Iets anders wat vandaag anders is dan anders. Mensen die vanochtend een krant op de deurmat verwachten, die kijken waarschijnlijk een beetje vreemd op. Ja, als ze het nieuws eventjes hebben gemist, dan missen ze deze ochtend ook de krant. Want verschillende mediahuizen, namelijk DPG Media en Mediahuis, hebben laten weten dat zij niet met een ochtendkrant komen. In ieder geval niet op de deurmat. En dat is omdat ze het niet verantwoord vinden om chauffeurs, distributeurs en bezorgers de weg op te sturen. Het gaat onder meer om de Volkskrant, NRC, Telegraaf en AD. En Hans Nijenhuis, hoofdredacteur van het AD, noemt het een uniek besluit. In mijn geheugen, en ik werk al 25 jaar in de journalistiek, was de enige keer eind jaren 80 toen de redactie van NRC Handelsblad staakte tegen de verhuizing van het centrum naar Rotterdam, naar de buitenkant van Rotterdam. Daarna heb ik het niet meegemaakt. Het is enorm pijnlijk. Je moet je voorstellen dat rond dit tijdstip, zo tussen 7 en 8 in de ochtend, miljoenen, letterlijk miljoenen mensen in Nederland naar hun brievenbus lopen. Soms van de flat helemaal langs het portiek en de trap naar beneden. En dan hun brievenbus openen en dat er dan niks ligt. En dat gevoel van teleurstelling, wat je hebt als de krant niet bezorgd is, dat is groot. Kijk, je vraagt natuurlijk af, moet je niet juist in deze omstandigheden met weer en wind, dat mensen hun huis niet uit kunnen, gewoon die krant bezorgen, zodat mensen hem thuis kunnen lezen. Maar dat is wel makkelijk gezegd vanuit mijn thuiskantoor met de verwarming aan. En meerdere kranten hebben al laten weten dat ze online natuurlijk de berichten wel gewoon gelezen kunnen worden. En ook dat die vaak gratis worden gegeven nu.